Nico, leuk dat we hier vandaag weer zijn voor een, een nieuwe aflevering van uh, Revenue Lab. Uh, deze week gaan we in op een vraag van uh, Wouter, ja. uh, marketing manager in, uh, ja, aanbieder van, of bij een aanbieder van uh, vastgoedinvesteringen. Uh, en die stuurde de vraag in, omdat hij ermee mee bezig was, ook omdat er onlangs wat implementaties waren gebeurd. Uh, van ja, lead nurturing werkt dat eigenlijk wel? Mm -hmm. En dat is iets dat we wel vaker horen van ja, een, een adres capteren en die persoon uh, dan bestoken met een x aantal mails om er dan business uit te halen. Um, is dat relevant? Is dat relevant in mijn sector? Hoe um, snel gaat dat renderen? Dus misschien ergens een, een mindset iets waar we op kunnen inzoomen. Mm -hmm. Maar gewoon even, even in die open, het, het gegeven lead nurturing. Um, werkt dat? En is dat zinvol om op in te zetten? Um, ja, veel voorkomende vraag eigenlijk. Hè? Ja. Ik vind het dat we die nog niet hebben behandeld, die lefleveringen, nee, denk ja. ik. Uh, ja, het activeren van de database. Ja, ergens, maar... ja maar echt bewuste vraag, want dat is ook wel zo, die vraag krijgen we wel veel. Hè? Ja. Oké, okay, lead misschien voor te beginnen. Wat verstaan we onder lead nurturing? Ja, ik denk sowieso al iets dat ik misschien daar wel uit de wereld wil helpen, is mm -hmm. um, het gegeven van een drip-flow opzetten, waarin dat je trapsgewijs iemand een 3 en 5 mailtjes stuurt. Een sequentie, naar een instromend e-mailcontact, en daar dan op korte termijn van verwachten, ja, er gaan een deal of er gaat business uitkomen. Uh, dat is voor mij niet um, lead nurturing. Lead nurturing gaat wel verder. Een, een instromend contact. daar kunnen mails naartoe gaan. Maar je kunt even goed zeggen, oké, okay, die gaan we naar een bepaalde lijst of naar een bepaald platform um, laten doorvloeien. Om ook via advertising te gaan nurturen en verder te gaan bewerken in functie van waar het is zit in zijn traject of de signalen dat hem geeft. We kunnen die er ook even uitplukken en één een op één een, 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 een outreach naar doen van, vanuit een van de sales collega's of een van de team revenue collega's. Dus het gaat wel verder dan de, die kortstondige waar uh, waar je eigenlijk heel snel resultaat van verwacht. Voor mij is het elke manier waarop dat je een uh, gecapteerd contactwaarde kunt bieden in zijn aanloop naar een mogelijk, mogelijke samenwerking of een mogelijke next step, is voor mij al lead nurturing. Mm. Um, dus dat, dat, dat heel kortstondig. Um, Dripflow gegeven, het gaat verder dan dat, wil ik maar zeggen. Ja, ja dat is alleen. Mijn gevoel is ook: uh, het wordt vaak bekeken als. Um, lead nurturing is mensen zover krijgen om een offerteformulier in te vullen. Ja. Maar er is al zo snel mogelijk, die binnen de maand, maar daar draait het niet om. Hè. Het gaat eigenlijk. De, de, essentie, de essentie is eigenlijk, denk ik, inderdaad van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we mensen in hun beslissingsproces 1 de juiste informatie geven, twee verder informeren om die stap te kunnen zetten en eigenlijk vooral honger laten krijgen om he, uiteindelijk he. Met, ons, om met ons iets te gaan doen en met ons dat probleem op te lossen. Um, en met die mindset moet je denk ik al je communicatie die je wilt uitbouwen, rond, zitten. En nu wordt het vaak bekeken, we gaan lead nurturing doen om ervoor te zorgen dat we de leads die we niet kunnen bellen um, toch binnen dit en drie mails in onze mailbox kunnen krijgen om, uh, om een offerte uit te werken en dat, zo werkt het natuurlijk niet meer kan ik misschien zeggen, misschien dat dat tien jaar geleden nog wel zo kon, maar vandaag vandaag zeker niet ja. En het, dus is, dat, voor mag echt niet de het is voor iedereen relevant ik, voor aanbieder van eender welk product of nu B2C, B2B's um, We zien wel nog de meeste um, toegevoegde waarden, mm -hmm. ah, ja. ik wil het zeker niet verkeerd brengen maar uh, in sectoren, in een context waarin dat de, de salescycli misschien wat langer zijn ja. en waar het uh, product misschien wat de product of de dienst misschien wat complexer is. Ja. Wanneer je wegneemt dat in misschien eerder snelle transactionele B2C, dat er ook ruimte voor is, uh, maar de grootste. Toegevoegde waarde zie ik misschien ja, ja. nog in, uh, in, in, in zo die complexe omgevingen met lange sales. Uh. Ja, want uh, lange sales en, 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 en dat is dan vaak gepaard met grotere investeringen. Dat creëert natuurlijk wat twijfel, creëert wat onzekerheid uh -huh. uh, en dat proberen wij nurturing ook weg te halen. Hè. Uh, uh, dingen waar ze tegenaan lopen of um, vragen die ze hebben of onzekerheden die er zijn, die kunnen eigenlijk met lead nurturing stelselmatig. Gaan, gaan oplossen. Dus daar verdient het. En dat is dus allemaal om dat vertrouwen te bouwen, die lange termijn relatie te bouwen. En daarvoor is het volgens mij nog uitermate geschikt. Oh. Maar dat is een heel aan verschil verschil dat jij zegt: van oké, okay, we gaan nu eens drie mails uitdenken die ervoor zorgen dat, uh, dat onze business op zijn kop gaat staan. Dat, allee, dat, 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 dat is de verkeerde perceptie. Daar. En die ook heel doorzichtig richting de offerten of de next step ja. transactioneel sturen. Ja, um. mensen zijn slimmer dan dat. Ja, mensen zien er echt wel uh, ja. meer en meer door. Hmm. Dus als je vanuit die mindset vertrekt, dat moet je hier snel opleveren, dan denk ik dat je, allee, dat je een beetje bedrogen gaat uh, thuiskomen. Uh, het idee denk ik is meer van we gaan hier vanuit uh, waarde vertrekken en wel zinvolle mini drip flows opzetten. Ik denk dat daar altijd wel waarde in zit in functie van gedrag dat je ziet. Um, maar niet vanuit de mindset korte termijn. Ik, denk dat, allee, ik vind dat zelf een, een, een goed voorbeeld, als ik, als ik dat misschien mag zeggen. Er stromen bij ons ook contacten binnen op, op bepaalde manieren, um, wat al zeker niet gebeurt is dat er direct op wordt gebeld om, uh, om richting een afspraak te sturen, maar die hebben een heel vrijblijvende intentie, die willen ergens informatie bekijken of een asset aanvragen of een asset uh, downloaden. Um, het traject dat erna volgt, daar is bij ons op geen enkel moment een insteek en u moet hier uh, een call doen met ons. Dat zit zelfs niet op de radar, dat is totaal niet de bedoeling. Laat ze maar naar ons komen als ze na verloop van tijd zelf zijn overtuigd van oké, okay, die weten waarover ze praten, die hebben mij genoeg waarde gegeven uh, en ik zit nu met een trigger waardoor ik eens contact met hen wil opnemen. Je moet dan nog altijd wel slim insteken en ergens honger creëren en je mails slim opbouwen of je flows uh, uh, naar de juiste kadans inbrengen en de juiste argumenten brengen, dat sowieso, dat moet altijd. Je moet altijd deftig nadenken over alle communicatie dat je uitstuurt. Maar, dus het is gewoon totaal de verwachting af van. Um, dit moet nu renderen en ik ga ze naar een transactie uh, sturen. Um, ja. en, en, en ook met, bij klanten zie ik dat als die een mindset erin zit en je krijgt die ruimte om op een, een jaar bijvoorbeeld uh, flows uit te werken. en dan nursing te doen en contacten te bewerken. Um, dan gaat de return beginnen zien. Het is een beetje een verlengstuk van een content aanpak. Hè? Je bent nog altijd vertrouwen op het opbouwen. Je hebt ergens misschien contact gecapteerd, omdat je al, al ergens iets goed hebt gedaan, maar ja. Het was geen een handraiser die met u wilt praten voor een, een salesgesprek of voor uh, een samenwerking. Dus het nurturen stopt niet, het nurturen moet eigenlijk gewoon verder gaan, in functie van, vanaf dat je weet uh, wie dat is en wat dat hem heeft gedaan, wat, hoe dat hem is binnengekomen en hoe dat hem reageert op uw eerste mails, kun wel meer één op één en meer gepersonaliseerd, richting een segment of echt één op één, kun relevanter gaan zijn voor mm. die persoon. Um, en daar zit, ja, dat stelselmatig opbouwen en dat een jaar geven, um, dat, dat, is, dat is wel de way to go, denk ik. De korte flows, dat, dat is echt passé, op drie op, 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 op mails een transactie verwachten. Ja, all... lang, maar langs de andere kant vind ik ook wel, als we het dan over lead nurturing hebben, in de enge vorm zijnde in e-mails enkel, mm -hmm. um, de tijd van, van zeer uitgebreide, we hebben langs nog op ons bord gehad, mm -hmm. zeer uitgebreide, zeer complexe um, workflows, E-mail workflows, waar dat er dan uh, op 17 parameters wordt gecheckt en aangevuld. Ik bedoel, dat, dat werkt ook wel niet. Hè? Uh, nee, ik zou er altijd aanraden om het uh, zo simpel mogelijk te houden. En gebouwd no. aan. Uh, maar in principe zie uh, e-mail nurturing telkens als een sequentie van effectief 3 à 5 uh, stappen, mails, die dan naar een tool toewerken. En heel vaak gaat er. Je 98% niet op de eindtool intekenen uh -huh. en daar kun je dan een aftakking voor maken. En dan zijn we weer vertrokken met een initiatief. En je bent zo continu aan het aanbouwen op een slimme manier. Um, maar nu zeggen we gaan van dag 1 op dag 2 een monsterflow maken. Een, iemand noemde er onlangs een, een Frankenflow, vond ik wel een goede naam, uh, die dat superveel vertakt en heel complex is en alle mogelijke situaties afdekt. Ja, dat, dat gaat niet, daar gaat u in mm -hmm. verliezen. En je kunt niet voorspellen hoe de uh, prospects of hoe die e-mailcontacten gaan reageren. Um, dus je kunt al een basis opzetten en je bouwt aan in functie van volumes of hoe de segmenten zich vullen of gedrag dat je ziet. Dus, dat, dat is veel relevanter om dat stapsgewijs te bekijken. Mm -hmm. En je hebt altijd je business eind toe verhogen. Hè? Um, en begrijp me niet verkeerd, het is niet omdat ik zeg wij liggen daar niet van wakker tijdens het nurturingproces. We weten wel heel duidelijk wat ons eind, eindstap is: dat uh, gekwalificeerde organisaties ons hun revenue generation toevertrouwen. maar je moet je moet er trager naartoe werken dan uh, dan veel organisaties doen. Ja, ja, het, de moeilijkheid zit hem dan nog in meetbaarheid. Hè? Dat is, uh, is dan dat geen mensen dan vaak zeggen. Ja, maar wacht, hey, we hebben nu uh, we hebben nu een half jaar e-mail uh, kunnen kom... nu vrij in de nauwe, in de enge zin doen. Mm -hmm. hey, maar het moet meer dan dat zijn denk ik. Uh, en wat je dus straks zei, ik vond, dat wel, ik vond dat wel terecht. Je kunt met e-mails beginnen, maar als je op een gegeven moment goede gedrag ziet, ja, dan moeten die mensen misschien voor events beginnen uitnodigen, je moet er, uh, met die mensen één op één communicatie beginnen opzetten op basis van die eerste signaal dat je dan ziet. Dus e-mail is dan wel sowieso een eenvoudige om dat eerste goede gedrag te, te detecteren. En dan kun je daar meer één op één op gaan inzoomen. Uh, maar ja, oké, okay, hoe meet ik nu uh, beste marketeer of dat mijn e-mail of mijn flows Resoneren, één, en twee, impact aan het maken zijn. Mm -hmm. Die vraag jij ook wel eens. Dus moet ik op een worden. Dat is moeilijk op aan het antwoorden. Dat is tricky, hè? maar dat is ook omdat uh, de vraag is geformuleerd in functie van die, uh, van die mm -hmm. korte termijn, ook natuurlijk. Ja. Um, ja. Dus ja, je gaat uiteraard wel vanuit e-mails klikgedrag naar je website zien, maar eigenlijk veel meer dan uh, leadscores die aan het opdrijven zijn voor bepaalde profielen. In um, de, uh, de open rates en click rates, En misschien dan voornamelijk nog de open rates, maar niet elke mail is per se gestoeld op een klik. Um, dat zijn voor mij twee indicatoren. Wat ik hier in altijd wij toch veel toepassen, en ik vind dat ook wel altijd een goede daarin. Is, is dat gezicht van oké, okay, laten we gewoon eens een keer kijken naar de laatste tien klanten die we aan boord hebben getrokken. En eens kijken in dat e of in die. Uh, um, Marketing Automation of in dat CRM, afhankelijk waar dat uw communicatie vertrekt, mm -hmm. gewoon eens kijken. Zit daar die e-mail voor iets tussen? En als je dan met die mensen aan de bubbel sla, slaagt, of, of toch in ieder geval dat gesprek zit, vraag er ook eens naar. Um, hey, heb je ons e-mails bekeken? Wat viel daarop? Uh, hoe heeft dat je geholpen in je beslissingsproces? En betrek dat mee in je bevragingen. En dan zul je wel uh, detecteren dat ze dat het, uh, hey, het vaak aanhalen. Wat ik vaak zo hoor is: van ja, uh, ik krijg al een hele tijd van de klant in kwestie uh, e-mailcommunicaties en in momenten in het jaar open ik die meer dan in andere momenten van het jaar. En nu zat ik in een moment waar ik zoveel heb geopend, want er was toch een trigger gebeurd, wat jij zei, de moment was daar, uh, ik was terug uh, geïnteresseerd in, die, in dat product of in die oplossingen, en uh, voilà, ik ben die e-mails toen beginnen volgen, en op een gegeven moment uh, is er dan een gesprek ingeboekt geweest, maar de mensen zaten al meer dan een jaar in die database, uh, en die zijn nu terug opgepikt omdat dat momentum goed was. Dus als we dat zouden afrekenen inderdaad, op die drie tot vijf mails, ja dan had dat nooit succesvol geweest, jamais, maar nu, door dat zo te bekijken en door dat gewoon met die klanten uh, op te pikken en eigenlijk met hen door te praten, dat dat wel echt een impact dat, dat heeft heeft bijgedragen tot de next step te kunnen zetten. Uh, maar die, dat je dat in veel gevallen uh, niet in je analytics rapport gaat kunnen zien. Nee. Ja, en daarom zegt men, ja het is niet meetbaar. Uh, maar daar komen, en dan komen we terug, dat die, dat die bevragingen bij klanten, ja, daarvoor zijn die super nuttig. Hè. Als je ziet, en daarom als je klantenbevragingen doet, check deze even dat profiel in je CRM. Wat zijn al de stappen die je doorlopen heeft en vraagt er ook expliciet naar in uw bevraging. En vraagt u dat dat heeft bijgedragen tot de beslissing en dan zullen we zien dat er vaak dingen terugkomen. Nee, het is inderdaad hmm. niet in analyse tools gemakkelijk mee, Waar ik al aan die parameters, aan de klik, klik naar de website of naar een relevant artikel of een relevante pagina in de open rates, die kunnen meepakken. Maar voor het echt te zien, of uh, voor het echt te weten, is het uiteraard met deals afvallen. Een keer kijken, zaten de mails in hun traject en kwalitatief ook vragen. Uh, werd ergens getriggerd door wat dat we er vertelden. Mm -hmm. En dan zie je genoeg cases, um, waar dat een contact al twee, drie jaar soms in, uh, in de, de nurture-lijst, in een e-maillijst zit, mm -hmm. uh, dat je denkt, ja, daar gaan we nooit iets mee halen, of dat je er misschien niet meer van wakker ligt of dat je er niet naar zou kraaien. Maar op een gegeven moment is daar een trigger die je helaas niet in de hand hebt, die moet gewoon extern ontstaan. En dan nemen ze contact op en je hebt dan al twee jaar vertrouwen opgebouwd. En dan zullen ze wel vinden als er een nood is aan de, de, de service die dat gebeurt. Mm -hmm. Het um, dus is moeilijker meetbaar inderdaad. Ja. ja, ik denk dat je zoiets echt wel het best face-to-face op uh, en wat steekproeven van neemt en dan ga je zien dat dat wel een bijdrage heeft en je moet ook, en dat ook regelmatig eens voorleggen. Hè. De content die je eruit stuurt, resoneert er nog en klopt dat en ja. uh, dan kun je daarop verder bouwen. Het is een ondersteunend medium, maar het is zeker niet onderschatten, uh, heb ik gemerkt. Uh, zeker bij zo'n type van projecten. Ja. Hoe begin je daaraan? We uh, beginnen we eraan? van ja. De nurturing. Ja, want dat is ook zo wat je zegt. Vaak beginnen ze dan met zeer uitgebreide oefeningen en zeer uitgebreide workflows. Eigenlijk zeggen we meestal niet doen en heel beperkt starten. Hè? Drie tot vijf eerste communicaties. Ja. Ik ben een heel Aftoetsen. grote fan van de, van de Green Lantern techniek uh, uit, een, uit een boek dat mij uh, destijds is aangeraden geweest. Die dat stelde en we zijn ook beginnen toepassen, te uh, Je werkt altijd in mini sprintjes van een effectief, en we hebben nu een paar keer 3 à 5, maar effectief van een 3 à 5 mails, waarin je zegt, um, we laten een contact instromen op een bepaalde manier, of vanuit een bepaalde insteek, en we gaan een bepaald einddoel of droomtarget vooropstellen. En we gaan dan de brug bouwen tussen de instroom en het droomtarget, in effectief een 3 à 5 mailtjes. Niet vanuit de verwachting dat ze dan direct gaan intekenen, maar omdat we... Allee, de, 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 de korte tijd blijft wel relevant tussen het instromen en, en het aansturen uh, op. Uh, dus je bouwt dan in die drie mails, uh, in die drie en vijf mails, stelselmatig op naar de vraag van oké, okay, kan dit aanbod met de informatie dat je nu hebt u mogelijk interesseren. 98, 99 procent gaat dat niet doen. En die gaan naar een aftakking, waar je dan een keer kunt kijken, oké. Okay, uh, op dit moment was daar uh, geen nood aan. Wat is een tweede laag dat we kunnen opbouwen? Wederom, met, als, met een bepaald eindstation in gedachten. En zo tak je telkens af um, om ergens de signaal op te pikken en meer te weten te komen over dat profiel en gaandeweg natuurlijk vertrouwen op te bouwen. En er zijn er altijd die dat je in elke fase um, opvist, dat is een absolute minderheid, um, maar ja, zo bouw je dan aan en je begint met één ene, ene basale, uh, hmm. basale sequentie. In principe. Ja, en het kan perfect zijn, denk ik, dat je in eerste fase uh, stel dat je een contact genereert, dat je naar de meest directe gaat over de business. Er gaat, er gaat heel weinig, dus wat hebben we gezegd? Zeg, Oké, okay, op een gegeven moment kunnen we wel aansturen. Ze hebben een boodschap ingeschreven op een event. Op een, op een event dat heel relevant is. Je zou wel kunnen zeggen: in drie tot vijf mails werken we toe tot een uh, 1 op gesprek om over dat topic eens wat dieper in te gaan. Daar ja. kunnen we naartoe werken. Goh blijkt dat die daar nog niet zijn. Oké, okay, dan gaan we in de waterval zoeken. Oké, okay, wat is, is het volgende alternatief dat we daar zouden kunnen aanbieden? Dat kan even goed zijn uh, een contentreeks dat daar dan wat dieper op ingaat zonder dan een op een gesprek. Uh, en zo kunnen dan die waterval gaan opbouwen. Dus het is niet zo omdat we zeggen ja niet is een lange termijn verhaal, dat je op korte termijn niet naar je droomscenario eerst kunt toewerken Absoluut. om dan je net uh, wat breder te gaan zitten. En Droomscenario, goed dat je het voorbeeld geeft, is inderdaad niet van een samenwerking met ons um, of ons product te kopen. Uh, dat is een relevant eindstation in functie van de in uh, ja. het instroompunt. Mm -hmm. um, dus dat is sowieso. En dan, ja, gebouwd een cascade, een hele waterval, en gaandeweg leer je altijd maar meer over dat profiel in functie van zijn klikgedrag. Stel je nu voor om in ons voorbeeld te blijven, dat wij uh, telkens drie mogelijke links in een, uh, in een, in een nieuwsbrief steken of in, in een e-mail. Eentje rond content, eentje rond paid, eentje rond automation en uh, het profiel in kwestie of die persoon in kwestie, die klikt altijd de automation links aan. Dan kunnen wij die ergens al wel wegschrijven. Oké, okay, dat zou mogelijk interessant kunnen zijn om die persoon um, op een keer op te vissen voor automation of rond een topic zei, voor automation. Als ja, er niet event gebeurt rond automation, dan moeten voilà. we die zeker meepakken. Er, er, er dient zich dan zo'n moment aan. We doen een, een webinar of een expertsessie rond automation of we hebben um, een gast die dat er iets komt over vertellen of we hebben daar een stappenplan of een asset rond uitgewerkt, ja, op dat moment kunnen we die, die persoon of al die mensen die in dat segment zitten, die hebben aangetoond interesse in automation te hebben, kunnen we die een asset een keer toesturen. Dus je hebt ergens, is, allez, ik zou het misschien eens moeten natekenen zo. je hebt ergens cascade, uw kaskade, uw waterval, dat je altijd maar meer leert, en dan af en toe en een flits ertussen. Een, een moment dat je even zegt, oké, okay, nu pakken we heel het segment vast, dat interesse heeft getoond heel duidelijk in een, in een bepaald iets dat we aanbieden. Um, dat is nu in ons voorbeeld, maar dat gaat er ongetwijfeld voor de voorbeelden, uh, of mm. in, de, in, de, in de gevallen van uh, de, de, de luisteraars of de kijkers ja. ook, uh, ook ja. zijn. Um, en daarbij heb ik ook ineens gezegd: bouwt geen. Uh, uh, lead nurturing is niet het bouwen van uh, oneindeloze flows, waar iedereen op dezelfde manier altijd blijft doorgenen, met altijd dezelfde call weg zijn. Want dat is ook een veelgemakte fout, vind ik. Ja. Is dat, dat wordt een flow gemaakt, misschien niet van drie of in begin drie, dan gaat dat naar vijf en dan gaat dat eens naar vijftien mails, maar altijd met diezelfde call-to-action. Om dan die persoon maar in, die, in dat droomscenario te krijgen, binnen dit en in begin drie weken, dan vijftien weken, of vijf weken, dan vijftien weken. Maar dat, zo werkt dat ook niet natuurlijk, hè? je moet wel opties aanbieden, je moet opties uitwerken om mensen via links of via rechts... Uh, naar het juiste, naar het juiste eind toe te brengen. Hè. Dus zou u dan niet vast aan één call to action, maar probeert dan als die eerste niet is gehaald, dat waterval te creëren? Ja. En ik ook vanaf dat uw volume groot genoeg is, want we hebben het nu heel sterk over um, e-mail en dripflows. flows. Ja. Um, uh, nurturing is een, uh, een multichannel gegeven ook denk ik. Hè. Mm -hmm. um, dus bijvoorbeeld iets dat we heel zelden maar zien, is uw lijsten of uw segmenten op basis van uw de, de, hetgeen dat je weet over een profiel. Uh, stuur dat ook eens een keer door naar je advertising platform en stuur daar nog eens op dat moment dat ze die mail gaan krijgen of die sequentie van mails een gelijkaardige boodschap. Um, dan verschijnen we weer op twee punten of op twee uh, platformen. Mm. Uh. Of voor de B2B-spelers onder ons, niet alleen toesturen naar de paid-campagnes, maar zorg dan dat je de mensen die, uh, die in je uw, in uw e-mail-campagnes zitten, voegt je eens toe in je Sales Navigator account en zorg ervoor dat alles wat die bedrijven of die mensen. Um, Plaatsen in de belangrijkste socials, dat je die ziet en dat je, daar ook, dat je daar ook banden kunt beginnen opbouwen op basis van het feit dat ze uh, al communicatie bij u ontvangen. Dus ook daar kunnen stappen zitten hè? Ja. om zowel via social, zowel via paid, als via e-mail een totaal verhaal op te bouwen. En dat noemen we dan in zijn totaliteit niet nurturing, dus het hoeft zich niet enkel te beperken tot e-mail, dat is ook wel heel belangrijk, denk ik. Ja. Maar stapsgewijs en altijd met verschillende uh, mogelijkheden of pistes om verder te gaan. Je geeft ze ook op tijd uh, een out. Ik wil dat ik het juist brengt. Um, maar je hebt je cascade, je hebt af en toe een flits dat je ge brengt. Je hebt uh, social, je hebt paid. Mm -hmm. Dat is al een heel ander verhaal dan ons drie mailtjes waar we het in het begin over hadden, waarvoor dat, uh, waar, waarmee de automation vaak wordt uh, verward. Of lead nurturing. Um, wat je uh, daarnaast ook nog hebt, is dat je um, af en toe. Een prik kunt geven naar bijvoorbeeld, stel nu dat, dat je een flow hebt en die is al een lange tijd actief en gedirecteerd ergens profielen die daar in slaap zijn gevallen of zo uh, dormend zijn geworden, zeggen ze soms. Ja, daar kunnen misschien een dedicated, ook weer een dedicated iets voor opzetten. Het is niet altijd per se in functie van het, uh, het opbouwend gedrag of het topic. Um, als iemand gewoon volledig stilvalt, dan is het misschien zinvol om eens te kijken, oké, okay, um, is er een invalshoek dat we kunnen vinden om dat slapend contact uh, terugwakker te maken? ook weer met dan een, 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 een flow of een, een drip ja. van een 3 à 5 uh, mails, um, dat vind ik een interessante en ook op een gegeven moment gaat iemand misschien een hoge leadscore hebben je gaat die uh, veel positief gedrag hebben vertoond, stel je nu voor dat je voor die uh, klant of in die sector een heel relevante case hebt die je hebt uitgewerkt, ook weer totaal niet verkeerd, het valt dan misschien eerder onder de afflitie geven, dat je eens gaat kijken, oké okay, die uh, in onze database hebben we nu 10 contacten in die sector. We hebben daar het afgelopen uh, jaar op een gelijkaardige speler gewerkt, of uh, een speler dat met gelijkaardige uitdagingen kampt. We gaan daar eens een mooie uh, case uh, rond uitwerken met cijfers en hoe gestoffeerd. En we gaan die ook nog eens toesturen. Dus het, het gegeven van we gaan altijd maar informatie toesturen tot in het eindigen. Ook niet per se. Nee. Nu nuttig om waarde te brengen, maar je kunt af en toe gerust eens een keer zeggen, oké, okay, we gaan een slapende reactiveren, we gaan iemand met goed gedrag uh, in een bepaalde sector, gaan we eens een keer laten zien dat wij expertise hebben in die sector zonder misschien per se dan te vragen van en, en neem nu contact op of ne, doe nu zaken met ons, maar er zijn ook wel manieren waarop dat je kunt aantonen dat je meerwaarde kunt betekenen voor, uh, voor die gebruiker, ja. voor dat contact. Helemaal. Um, dus zie het breder dan uh, die vijf mailtjes en er zijn heel veel mogelijkheden. Er is, er is nog van alles uh, uh, mogelijk, um, maar dat is al misschien een goede start. Is een keer denken van oké, okay, iemand stroomt in, uh, droomscenario, hoe werken we daar naartoe in vijf stappen? welke cascades gaan we bouwen, hoe flitsen we af en toe, en laat ons zeker niet vergeten om het ook naar social en naar te, te trekken. Ja. Um. En vergeet niet, denk ik, e-mail blijft, want dat is nog, misschien nog om... Hè, want we hebben het nu wel gehad over... Het is niet enkel e-mail, maar e-mail is nog altijd wel een superrelevant kanaal, denk ik, om één om op één te gaan communiceren. Een um, paar jaar geleden weet je ook, hè, e-mail is dood, of dat weten. je, op je zegt, e-mail, goh, is, dat, is dat nog een kanaal? Maar eigenlijk, ik moet wel zeggen... Um, we hadden nog superresultaten, dat is uh, zeker niet zomaar uh, te negeren, denk ik. Allright, ja. een goede Goeie. goeie. Uh, moesten er mensen zijn die, die um, over lead nurturing en over de impact ervan nog wat dieper willen doorgaan, laat het ons gerust weten via webstek.be/slash vraag. Of um, ja, stuur het ons gewoon via LinkedIn, dan kunnen we daarop terugkomen. Of kunnen we daar misschien zelfs eens een expertsessie rond doen. Dat hebben we nog niet gedaan. Uh, en dan zien we jullie heel graag terug tijdens onze volgende Review Lab. Tot dan!